Ja, u was gast van het jaar. Ja. Hoe kijkt u hier terug op de afgelopen 10 dagen? Ja, daar was ik al bang voor die vraag. Ja, ja, ik vond het gewoon een erg leuke week. Ik heb allemaal dingen kunnen doen die ik zelf wilde doen. Ik heb zelf gezongen. Ik heb een aantal experimentele films laten zien. Allemaal dingen die ik graag wilde. En, verder ben ik alleen maar veren in mijn reet gehad. Ja, ja, zie ik dat zo? Ja, zo zie ik dat wel weer. Nee, maar want, wanneer werd u gevraagd? Wanneer heb ik mij gevraagd? Ja, voor het gast. In mei. Oké. Okay. Had u dan zo van? Nee. Ja, toen dacht ik wel, nou, dat... Volgens mij ben ik helemaal niet zo'n filmgezicht, dus ik dacht... Maar goed, toen ik het hele lijstje zag, toen dacht ik, het kan wel, ja. Ik sprak Willem van Haals en die zei eigenlijk, ja, hij is misschien niet heel erg bekend, maar hij doet wel van alles. Ja, veel theater ook, veel in het buitenland toch? Ja, dat is toch wel eer dan toch? Ja, het is heel leuk. En wat bent u nu van plan voor films? Er komt een film van mij aan, boven is het stil, maar dat is waarschijnlijk pas in het voorjaar. En verder... Wat is dat voor film? Het is naar een boek van Gerbrand Bakker, met Nanook Leopold. Oh, oké. Nieuwe film van haar, eigenlijk. Is het er ook voor? Ja. En dat duurt nog even? Dat duurt nog even, ja. Hij staat er wel al op. Oké, je bent er klaar. Ja. Oh, dan kunt u weer eens nieuws beginnen, toch? Ja. Ik heb een hele werk gedaan in Barcelona. Ja, nee, ik ga nu een kleine rol spelen in een film Tula, in een Curaçao. Oh, dat En in januari ga ik met Teu Boermans een stuk doen. Okay. Teu Boermans, van Tom Lanois. Maar die slavenopstandfilm, is die al begonnen met de opnemen? Nee, over anderhalve week. Oké, okay, dat is spannend. Ja. Is het allemaal op locatie ook? Ja. Niet in de Waddenzee. Nee. Ja, we zijn benieuwd. Oké. Okay. Nou, fijne avond. Dankjewel. Tjus.